Ik vond het wel met een tijdelijk zo'n dag. Dat je niet goed weet waar je moet beginnen en waar je moet eindigen. Daarom zou ik het echt niet lang maken. Het is me juist opgevallen dat in dit leuke programmaboekje, nog met mijn eigen letters, de trouwtekst is opgenomen. Kent hem in al uw wegen. En dan komt er aan het eind van dat boekje pas weer, dan zal hij uw vader recht maken. Het zijn ook eigenlijk twee aparte zinnen. Het is net dat eerste zinnetje, ken hem in al uw wegen. Of dat nou een, ja, dat moet je zelf dan maar doen. Je moet hem dan maar kennen. Zo, in je eigen in al uw wegen, in al mijn wegen, in al onze wegen. En dan zal de Heer het wel goed maken verder. Als je dat nou maar doet, dan zal hij, dat is de Heer, uw paden wel recht maken. Maar zo is het niet. Zo is het echt niet. Dat hem kennen, dat wil dus zeggen, in alles vragen naar het woord van God. En dan zullen we weten hoe we moeten handelen. Zo simpel ligt het eigenlijk. Dat is onze trouwtekst, 50 jaar geleden uitgesproken, door dominee W. Al Korfke. Ook al een week hoor, nog een elletje ertussen. Maar ik zou daar maar niet verder op doorgaan. Ik wil dus nou even jullie allemaal hartelijk danken voor deze dag.